Voorzitter, de heer Wilders heeft het weer voor elkaar. Het gaat al dik anderhalf uur over de heer Wilders. Ik werd de heer Baudet een beetje te veel, geloof ik. Want ik moest ook even toch ook nog vertellen dat hij ook wel belangrijk is. En dat het ook vooral over de heer Baudet moet gaan. Maar het echte onderwerp wat er moet zijn, dat gaat over racisme. En de heer Wilders ontkent eigenlijk dat het aan de hand is. In Nederland word je eerder uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek als je een strafblad hebt, dan als je een Arabisch klinkende achternaam hebt. Een derde van alle makelaars in Nederland zijn bereid om te discrimineren. Als je op school zit en je zoekt een stageplek, moet je wel tot 4, 5 keer solliciteren. Dat zijn de problemen waar we mee te maken hebben. En als de heer Wilders zegt, en ik blijf toch de verbinding zoeken, hoe hard hij er hier ook tegen ingaat. Als hij echt zegt, ik ben tegen racisme en discriminatie. Is hij dan bereid met mij voor te strijden om die punten aan te pakken? De heer Wilders. Voorzitter. De werkelijkheid. Laat ik daar een werkelijkheid tegenover zetten. Ik heb bij het debat over racisme al gezegd dat als er wordt gediscrimineerd, de PVV altijd aan degene staat die wordt gediscrimineerd. Dus dat kan geen nieuws zijn. Alleen ik ontken dat het de omvang heeft die u pretendeert te hebben. Nogmaals, 123 gevallen die uiteindelijk bij het Openbaar Ministerie terechtkomen. Maar het antwoord op de vraag van de collega van GroenLinks, mevrouw de voorzitter, mag ik dan een brief voorlezen over echte discriminatie. Het is een brief. Ik zal de naam van de mevrouw niet noemen. Ik zal ook maar een paar passages uit voorlezen, anders duurt het te lang. Maar dat is over de discriminatie waar Nederlanders mee te hebben. Beste meneer Wilders, gisteren in het Jeugdjournaal een item over discriminatie en racisme. Mijn zoon is door een Marokkaanse klasgenoot bedreigd. Hij zei kanker dit, kanker dat. Hij moest, en dat heeft hij ook gedaan, mijn zoon had geen idee, maar voelde zich zo bedreigd dat hij op zijn knieën excuus aanbood. Daarna wilde hij wegfietsen, maar werd weer tegengehouden en moest nu de voeten kussen van deze Marokkaanse jongen. Ook dat deed hij. Vandaag fietste mijn zoon en een vriend naar huis en een meisje roept van afstand, je moet je kankerbek houden. Een Marokkaanse jongen komt het huis uit en roept, kankergozer, ik wil met je vechten. Meneer Wilders, mijn dochter, wordt regelmatig door Marokkanen uitgescholden voor kankerhoer. Dit doen Marokkaanse jongens. Ik heb zo'n stapel van mails die hierover gaan. En dan wil ik niet ontkennen dat wat u zegt ook voorkomt, maar hier... Praat hier eens over. Ik hoor u hier nooit over. Er is bijna geen Nederlander in dit land die niet helaas zelf of mensen kent die dit soort ervaringen hebben met Marokkanen en Nederlanders. En we kunnen best een keer gaan praten over de stageplekken. Maar dit is mijn punt. Mijn punt is dat Marokkanen in Nederland, nogmaals mevrouw de voorzitter, niet alle Marokkanen, maar dat Marokkanen in Nederland zwaar oververtegenwoordigd zijn in al die statistieken. En dat dit is wat mensen meemaken. Het tuig wat een dokters hun schoenen laat kussen. Wat een zoon hun schoenen laat kussen. Wat een dokters voor kankerhoer uitmaakt. Iedere dag opnieuw op straat. Het is iets verschrikkelijks. Spreek u daar eens over uit. Spreek u daar eens over uit. De heer Klaver. Van GroenLinks. De heer Klaver. Nederlanders Marokkanen noemen is al discriminerend in zichzelf. Je zet mensen weg als zijnde je hoort niet bij deze samenleving. Maar wat de heer Wilders voortdurend doet, is teruggaan naar andere terreinen. Ik stel hele simpele vragen. Ik gaf u een antwoord. Er is racisme en discriminatie in Nederland. U zegt dat u daar tegen bent, maar u wilt zich daar niet tegen verzetten. Meneer Wilders, volgens mij is de waarheid dat u helemaal niet tegen racisme en discriminatie bent. Sterker nog, in uw hele betoog hier vandaag is doorspekt van racistische uitingen. Ja, voorzitter, En dat mag hier in het parlement, maar het is wel walgelijk. En het doet iets met de samenleving waarin we leven. Het doet iets met al die jonge mensen die in dit land wonen en die een bestaan proberen op te bouwen. Die proberen tegen het institutionele racisme in te vechten voor een goede toekomst. En het enige wat ik van u vraag, kunnen we dan misschien erop samenwerken om dat institutionele racisme te verslaan? De heer Wilders. En daar krijg ik nog steeds geen helder antwoord op. De heer Wilders. Mevrouw de voorzitter, 1. De PVV, ondergetekende en al die 1,5 miljoen mensen die op ons hebben gestemd zijn geen racisten. B. Zij zijn het slachtoffer van racisme. Zij zijn het slachtoffer van discriminatie. Ik noemde net al het televisieprogramma Opsporing Verzocht. Eén constante daarin is dat zij nooit elkaar pakken. Ze pakken altijd de ander. Die criminelen pakken nooit een Marokkaans crimineel, pakt nooit een Marokkaans gezin om in te breken. Pakt altijd die oudere of die jongere Nederlander. De discriminatie zit aan die kant. En natuurlijk, als die aan deze kant zit,
moet die ook worden aangepakt. En als dat voorkomt, ben ik daar ook voor om dat aan te pakken. Maar dat komt niet zoveel voor. De cijfers heb ik u net genoemd. Wat voorkomt, is de dagelijkse terreur en criminaliteit tegen onze eigen mensen. En als u daarvoor wegkijkt, ja, dan zegt dat meer over u dan over mij. Tot slot, de heer Klaver. Voorzitter, de heer Wilders weigert gewoon om racisme een probleem te noemen en om het aan te pakken. En dat is al een probleem met zichzelf. En dan nog één ding. Het begint bijna normaal te worden na 16 jaar, voor mij nu 10 jaar dat ik hier met de heer Wilders in dit parlement sta. En iedere keer geeft hij af, soms op het parlement, soms op de rechtspraak. Maar vandaag draagt hij eigenlijk de hele rechtsstaat naar de vuilnisbelt. Het is corrupt, we kunnen het niet vertrouwen en we komen in verzet. Dat zijn levensgevaarlijke uitspraken, meneer Wilders. Want wat zegt u hiermee tegen al die mensen die voor de rechter komen, die worden veroordeeld en die het misschien niet eens zijn met die uitspraak? Wat betekent het materieel? Betekent het, we hoeven ons daar niks van aan te trekken? Betekent het, we hoeven niet meer naar een rechter te luisteren? Betekent dat we voor eigen rechter in dit land kunnen spelen? Wat wij hebben in dit land, en tot nu toe heeft u zich daar altijd achter geschaard. De democratie en de rechtsstaat. Dat is waarop, hoeveel wij van mening ook verschillen, wij elkaar altijd konden vinden. We respecteren de democratie en de rechtsstaat. Maar vandaag zegt u eigenlijk, die rechtsstaat, voor mij bestaat die niet meer. Daarmee zet u een nieuwe stap in uw eigen radicalisering. Nee, voorzitter. A, ik zet geen nieuwe stap. B, ik radicaliseer niet. En C, ja, nogmaals, als je Jesse Klaver heet, dan kom je er wel mee weg. Ja, het zou me niet verbazen als u zelf ook in een bestuur zou zitten van kick-out Zwarte Piet of noem maar op. Dus u staat aan die kant van het politiek correcte politieke spectrum. U heeft hier de vorige keer tegen mij geïnterrompeerd en gezegd, ja, maar meneer Wilders, Akwasi is een woordkunstenaar. Dat was Jesse Klaver die zei, Akwasi is een woordkunstenaar. De man die oproept tot moord, tot mensen in het gezicht trappen. Die zegt dat Sinterklaas moet worden geëxecuteerd. Die, ik heb een tweet van hem gezien, €500 zet op het hoofd van Sinterklaas en Zwarte Piet, degene die hem vermoordt. U noemde dat een woordkunstenaar. Ga eens bij uzelf te raden, hypocriet. Goed, gaat u verder. Oh, de heer Klaver als reactie en dan stel ik voor dat u verder gaat. Ik zal niet op alle scheldkolonades ingaan, maar ik maak een ander punt. Namelijk dat de heer Wilders tot nu toe zich uiteindelijk altijd achter die rechtsstaat heeft geschaard. En het altijd heeft gezegd, wij bedrijven politiek, ik voer campagne binnen de rechtsstaat en binnen de democratie. Maar als je nu zo afgeeft op al die rechters en op de rechtsstaat en dat het OM niet deugt en het ministerie van Justitie niet deugt en al die rechters corrupt zijn, wat betekent dat? Betekent dat mensen in dit land niet meer hoeven te luisteren naar uitspraken van de rechters? Wat betekent het? Er zitten, wat u zegt, 1,5 miljoen mensen hebben op u gestemd. Wat moeten zij hiervan overnemen? Wat is de boodschap? Dat we niet meer moeten accepteren als een rechter een uitspraak doet? Dat het ministerie van Justitie niet te vertrouwen is? Dat het OM corrupt is? Meneer Wilders, hiermee, en daarom zei ik, u radicaliseert hiermee verder in uw ideeën. Dat is levensgevaarlijk. Wij bestrijden elkaar met woorden, soms hele mooie woorden, soms heel filijn, soms gewoon scherp, maar altijd binnen de rechtsstaat en binnen de democratie. En vandaag zet u daar een stap buiten. Ja, voorzitter, de rechtsstaat is totaal failliet. Totaal failliet, omdat nogmaals, ik kan het niet genoeg herhalen, mensen die aan de kant staan van de heer Klaver, die hij nogmaals een woordkunstenaar noemt, mensen die aan zijn kant staan, die mogen alles zeggen, die worden niet vervolgd. Zit je in VK, heet je Grappenhuis, mag je de wet overtreden, word je niet vervolgd. Maar heet je Geert Wilders, ben je een blokkeervries, ben je een boer die wil demonstreren, dan krijg je de massa achter je aan. En dat is fout. En als het gaat over het uitvoeren van wetten, nou, dat bedoel, zelfs het kabinet doet dat niet. Uw partij, weet u nog dat er zoveel mensen door de rechters geen verblijfsvergunning kregen? Uw partij heeft ervoor gezorgd dat met allemaal generaal pardonnen, uitspraken van rechters, die zeiden tegen duizenden asielzoekers, jullie mogen hier niet blijven, jullie zijn er niet welkom. Was het uw partij en het kabinet die met een generaal pardon zei, weet je wat, vergeet die rechterlijke uitspraak maar, je mag toch blijven. Selectief winkelen, u bent de grootste hypocriet van dit huis. Ja, voorzitter. Ja. De heer Klaver. Voorzitter, niets dan liefde. Maar pardon, de heer Klaver. Op... Voorzitter, niets dan liefde. Maar op dit soort gescheld, stop er alsjeblieft mee. Laten we het heel concreet maken. Het kan zomaar weer zijn, want er komt nu stikstofbeleid aan, dat boeren weer willen demonstreren en de boel willen blokkeren. En dat de politie gaat zeggen, dat willen we niet, want dat is gevaarlijk voor de openbare orde. Dat betekent inderdaad dat straten worden afgesloten en dat er eigenlijk een oproep wordt gedaan, doe dit niet.
Zegt u nou eigenlijk, negeer die oproep maar als dit wordt gezegd door de politie? Is nu eigenlijk uw pleidooi hier dat die boeren zich daar niks van aan hoeven te trekken? Is uw pleidooi nu eigenlijk dat mensen die demonstranten willen tegenhouden, dat gewoon moeten gaan doen? Ook als wordt gezegd, doe dit niet. Dat je aanwijzingen van de politie niet meer hoeft op te volgen. Wat zegt u hier nou precies? En heel precies, alsjeblieft. Want dat hondenfluitje van u, dat hebben we vaak genoeg gehoord. Nu wil ik het precies horen. Ik zeg dat Nederland geen rechtsstaat meer heeft. En dat als je je houdt aan de regels en de ideeën van links, dat je dan alles mag doen en alles niet. Dat zeg ik voorzitter. Nee, voorzitter. Nee, dit is te makkelijk. Was ja, u klaar? Ik was klaar. Nee, voorzitter. De heer voorzitter, Klaver, tot slot. Ja, voorzitter, het is te makkelijk. Het is de waarheid. Een hele tirade over wat er allemaal niet deugt. Dat we de politie niet kunnen vertrouwen, de justitie niet, het OM, de rechterlijke macht. En nu komt het erop dat die ons land veilig moeten houden. Die het mogelijk moeten maken dat er gedemonstreerd kan worden en ingrijpen als het niet kan. Bijvoorbeeld als levensgevaarlijk snelwegen worden geblokkeerd. Dat leidt tot levensgevaarlijke situaties. En ik vraag de heer Wilders, want deze demonstranten, de Farmers Defence Force, die luisteren naar u. Als de volgende keer de aanwijzing komt van de politie om niet een snelweg te blokkeren, om niet naar het Malieveld te komen, om niet met tractoren naar het Binnenhof te rijden, zegt u dan tegen Farmers Defence Force, luister naar die oproepen? Of zegt u negeer ze? De heer Wilders. Voorzitter, ik zeg helemaal niets tegen Farmers Defence Force. Ik laat me ook niet in de casuïstiek dwingen hoe vaak de heer van GroenLinks hier ook gaat staan. Ik zeg dat Nederland geen rechtsstaat meer is, omdat je uiteindelijk het besluit tot je bij de rechter komt, dat dat afhankelijk is van of je uw ideeën hebt of dat je andere ideeën hebt. En dat is waar het voor ik versta. En dat moet veranderen. En dat veranderen we anders niet. Voorzitter, echt tot slot. De heer Klaver. Kijk, dit hondenfluitje is mensen eigenlijk aanzetten tot verkeerd gedrag. Opjutten om niet te luisteren naar rechters of naar de politie of naar het OM. En nu stel ik de vraag en dan durft u niet door te pakken. Dat zegt veel over u, meneer Wilders.